Ben ik het? Ja, ik ben het. Je vraagt je misschien af waarom ik zo'n rare bril op heb. Dat ga ik uitleggen. Bob is bijna 14. Daar ligt Bob. Bob, even in de camera kijken. Kijk, de mensen thuis zijn daar. Zie je? En ja, die is stram aan het worden. Kan niet zo goed meer lopen. Is net gemasseerd door Suzanne. Dierfysio Suzanne. Als uw hond gemasseerd moet worden. Of uw kat of uw paard. Maar Bob heeft, doordat ze niet zo goed meer loopt. Want ze is eigenlijk heel erg oud voor een bokser. Die wordt er normaal maar 10. Een beetje wondjes aan de achterpootjes. En je hebt een nieuwe methode. Met een laser. Ja, dat klopt inderdaad. Het is inderdaad een laser. Ja. En daarmee gaan we proberen om de wondjes wat beter te laten genezen. En wat sneller te laten genezen. Ja. Nou, kom jij maar eens bij mij. Ga, tante Suzanne gaat je lezen, Bob. Ja. Ze mag alweer eventjes liggen. Moet ze liggen, ja? Ja. Oh, daar dus ga je. Een strootje, meteen goed de andere kant op. Daar ga je. Helemaal super. Gelukkig vindt Bob alles goed. Die zal nooit protesteren tegen dit soort dingen. Oh ja. Je ziet het ook een beetje met rode licht. Alle wondjes rustig af. Daar ga je op. Ja! Zo. Zo, super. Super. Valt een beetje uit. Ja. Ha, die vlogkijkers. We zijn in de studio van het ontbijtnieuws bij RTL in Hilversum. Ik zeg Jennifer, loop in. Robot als een dartel veulen de vlog. En daar is onze Jennifer. Iedereen wil er hebben, maar het is onze Jennifer van... Buienraden. We moeten het zeggen waar we maar kunnen. Ja, inderdaad. Heel goed. Ja, Jennifer staat voor een groen scherm en de mensen thuis van de vlog hebben zich afgevraagd hoe kan het nou dat je op dat groene scherm de wolken ziet. Kijk, het is een soort kunststofscherm wat hier staat. Ja, daar zie je niks op. Daar zie je niks op. Maar wat kunnen wij met de computer? Wij kunnen met de computer achter ons een plaatje maken. In dit geval van een bevroren auto. Plaatje bevroren auto. Ja. En hoe weet jij nou op dat groene scherm waar de wolken zitten? Nou, ik heb een afkijkscherm. Alleen die staat helemaal op die kant op. Ja. En dat afkijkscherm zorgt ervoor dat ik weet waar ik dan moet aanwijzen. Durf het bijna niet te vragen. Nee! we hebben het wel eens vaker gedaan. Waar moet ik op het pijltje vooruit. Oh, het pijltje vooruit. Dames en heren, top. Ik ga nu het weer doen. Pijltje vooruit. En dan zie je achter mij... Tada! Zien wij dat het zo hier en daar koud is in Nederland. Ik moet even richten. Dan zie je dus dat het hier koud is en dat het daar... Hier. Want het gaat in spiegelschrift. Dat is heel moeilijk. Dat groene stuk is dus minder koud. Minder koud, en, ja. Misschien kan jij even professioneel het volgende kaartje aanwijzen. Want ik druk nu weer op dat knopje. Kijk, ja. Dat krijgen we. De truc is om niet te snel dingen aan te willen wijzen. Want je hersenen die zien dat in spiegelbeeld... Ik zet een lelijke schaduw. Die kant op kijken. Ja. Nee, maar er is dus je hersenen die denken dus in spiegelbeeld. Dus het is heel lastig. Maar de truc is om dan heel langzaam aan te wijzen. Ja. Dus we gaan het gewoon even samen doen. Oh, we gaan het samen doen. Ja. Oh, wat een gebeurtenis. Ja, ja. Oh, wacht. Dus, ja, dus dan even zo richting de laag. Loop. Lage druk. Dit is lage druk. Die zitten altijd laag. Hè? Dus mijn rug. Ja. En een hoge druggebied zit natuurlijk hoog. Ja, maar de truc is om gewoon langzaam je hand er naartoe te wijzen. Langzaam. En dan naar boven. Ja. Maar wat misschien dan ook nog wel aardig is om te vertellen... is dat heel veel mensen die denken altijd dat wij eigenlijk net zoals de nieuwslezer... alles een autocue doen. Nee, uit het hoofd. Maar dat doen wij dus niet. Dus we maken onze eigen analyses, we maken onze eigen weerkaartjes. Hier is analyse? Analyses. Oh, analyses. Dus dan kijken we naar de weermodellen en dan bedenken we... Dat collegaatje van je masker. Nee. Ja. Om 4:30 dan zit ik echt alleen. Ja. Ja, en dan maken we onze eigen analyse, onze eigen kaartjes. Het enige wat we van Autocue doen, dat is de weer of de verkeersinformatie. Ja, ik ben trots op je. Oh. Hartelijk dank en de groeten aan Annelies. Goedemorgen. Ja, ik ben het zelf, Mr. Spock, met die oren, weet je wel. Wat heb je gedaan? Ja, ik weet het niet. Het is allemaal een beetje groter geworden, zeg maar. Wat een rare shampoo. Ja, het is allemaal iets gegroeid, zeg maar, bepaalde lichaamsdelen. Ik ga zo Lorita. Even aaien en dan gaat het spul eruit en dan zie je straks het eindresultaat. Wat een onderwerp. Ja. Maar je hebt bij herenkappen baans, heb je... Een streepje voor, neem me niet kwalijk. Ja. Heeft die een streepje voor? Ja. Dat is reclame. Ja. Ach, vooruit. Hallo. Ja. Hallo. Het is net zo eigenwijs als Lorita. Kom eens, meisje. Kom maar. Goed. Yeah. Levensgevaarlijk, deze papegaai. Ja. Liever. Ik heb speciaal voor jou een tamelijk ingewikkeld shot gemaakt, René. De microfoon gaat nu de andere kant op. Ik zie het. Ja. Dat we te verstaan zijn, hè? Ja. 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 Gaat het goed? Het gaat fantastisch goed. Ja, u heeft heel makkelijk haar. Ja, makkelijk haar. Hè? Ja, lekker dik. Maar dat komt denk ik aan de persoon. Het heeft met de persoon te maken. Ja. Als de persoon zelf makkelijk is, dan gaat het meestal het haar ook altijd heel makkelijk. Heerlijk Kappen Bruins voor al uw makkelijke haar. Dat bedoel ik maar, ja. En anders hebben we Martine nog.
Ja, dat is Martine. Ja. Hallo. Ja. Nou, sla je ze op mijn hoofd. Hij houdt gelijk op met slaan, zie je dat als het beeld loopt. Ja. Waar ga je naartoe? Pak een even de spiegel. Buk je steeds. Meneer De Hoop, mag ik u de bril even aangeven? Want ik heb een geweldig eindresultaat voor u ontwikkeld. Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. Dus, ja. Oh, ja. Ja, ik weet, het is heel even schrikken, maar ik heb het lekker wild gedaan. Want, het is heel spectaculair. Koen vindt dat prachtig. Ja. Ja, lekker een beetje wild. Nu ik nog. Ja. Eigenlijk ben ik niet zo'n echte vlogger. Zo'n vlogger die met zijn arm voortdurend zo in de camera loopt te kijken. Daar hou ik niet zo van. En tot nu toe was Koen eigenlijk mijn verlengde armconstructie. Maar die heeft er niet zo zin meer in dat vloggen. En ik zelf doe het ook niet meer iedere week. Maar eens in de 2-3 weken. En ik had dus een oplossing nodig. Vandaar dat ik nu een nieuw statief heb waar de camera op staat. Zodat ik toch tegen jullie aan kan praten zonder met die arm de hele tijd zo te staan. Ik laat jullie een stukje van de omgeving zien waar wij wonen. Ik neem dus die camera mee met dat statief. Het is ietsje meer sjouwen, maar dat heb ik voor jullie over. We beginnen hier bij ons in de tuin en dan ga ik zo naar het plekje toe waar wij verliefd zijn geworden op de Veluwe. En dit is dan dat beroemde bankje waar wij verliefd zijn geworden op de Veluwe. We logeerden vaak in Hoenderlo bij Landal in het bungalowpark toen we nog hier niet woonden met Bob. Lekker wandelen in de bossen. En toen kwamen we altijd hier als we aan het wandelen waren. En dan zeiden we tegen elkaar, wat zou het fantastisch zijn terwijl we naar dat uitzicht hierachter keken. Ik zeg, uitzicht, wat zou het toch fantastisch zijn als we hier zouden mogen wonen. Midden in de natuur met de zwijnen en de herten om je heen. En nu wonen we hier 500 meter vandaan. Spectaculair. Net zagen we Bob nog fris en fruitig aan het begin van de vlog. Om de pootjes een beetje dicht te schroeien, die zat opengehaald. Het is een beetje een spannende week geweest voor ons. Want onze lieve Bob heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen op de intensive care in Utrecht. Ging helemaal niet goed met haar, maar gelukkig is Bob een sterk meisje. En is ze weer thuis, hè Bob? Ja. En doet ze het weer goed en mogen we hopelijk van Bob nog een tijdje genieten. Ze is al 13,5, terwijl Bob is normaal, ja. 8, 9, hooguit 10 worden, dus we zijn al spekkoper eigenlijk. Maar we hopen het nog een tijdje vol te kunnen houden met ons meisje. Zolang zij het nog leuk vindt, vinden wij het ook leuk. Maar vandaar dus dat de vlog een tijdje geduurd heeft. Hopelijk is de volgende er wat sneller. Tot dan. Ja.